en Vincent. Die award winning, als je nooit Florence zegt, zal het erop gedaan zijn met die award. Dames en heren, aan de lijn live vanuit Ibiza, Dimitri Vegas! Yo! Ja. Hey! Hey Dimi, goeiemiddag, goedenavond. Je zit in Ibiza. In ons gevoel zit jij altijd op Ibiza, maar je hebt daar gedraaid, denk ik, hè, gisteravond of zo, klopt dat? Ja, ik ben vandaag stevig aan het uitkateren. We hebben gisteren onze Garden of Madness gehad, de vijfde. Dus we zitten alweer al bijna half weg in het seizoen. Maar het zijn echt al vijf fantastische edities geweest. Dus we zijn heel blij. Was het een goeie gisteravond? Zeker. Ushuaia zat rambo. Dat was elke dinsdag gisteravond al geweest. Dus we zijn super blij. En hoe laat draaien jullie dan? Hoe laat is dat ongeveer? Ja, dat is ook het voordeel. Het is eigenlijk een technisch gezien is het een daytime party. Dus wij draaien van 10 tot 12. Wij sluiten het af. Dus dan liggen we ergens nog op een iets 30 uur in je bed, dat is iets anders dan 6 uur morgen. Ja, inderdaad. Dan kunnen nadien nog gaan feesten natuurlijk, hè, als het mogelijk. Ja, want de jongens van Ushuaia hebben nu over de deur high open gedaan. De space is gerenoveerd naar een nieuwe club, dus die is altijd wel aan de verleiding weer staan om te gaan afterpartyen. Ja, wat? En zit hij dan nu in het zwembad, of hoe moeten we ons dat voorstellen? Nee, wel, ik ben eigenlijk net een tasting aan het doen voor de huwelijksceremonie. Dus ik ben vandaag met een stevige kater meegetrokken naar de plaats waar dat ons huwelijk is. Ik ben nu aan het eten. Je bent aan het testen voor jouw huwelijk? Yes. En is het een lekkere Big Mac? Of niet eigenlijk? Ja, heel goede Big Mac. Zeg maar, eigenlijk bellen we daarvoor helemaal niet. We bellen voor totaal iets anders. We bellen voor jullie, want jullie gaan, dat is eigenlijk, onze ogen schoten open toen we het lazen. Jullie gaan een speciaal optreden doen in jullie thuisgemeente in Willebroek. Vertel eens wat dat voor iets is. Ja, we doen dus eigenlijk een exclusieve show, omdat we eigenlijk al niet veel in België zijn en we hadden iets terug doen voor onze gemeente waar we zijn opgegroeid. Hadden we besloten om een concert te geven in Willebroek. Enkel voor de mensen van Willebroek eigenlijk. Maar dat is ongelooflijk. Maar dat is zalig. En het is zo niet op zo in een. Het is echt op de markt of zo, of op een plein in Willebroek, hè? Ja, het is op de markt in Willebroek. Dus daar gaan wel een kleine 10.000 man samenkomen. Het is wel op voorhand mee registreren, want we wilden eigenlijk gewoon zeggen van mannen, komt maar de gemeente had een beetje te veel spiek dat dan file ging zijn tot in Wallonië. Ja, dat zou kunnen. Ik denk ook dat sowieso kunnen. En de burgemeester vindt dat oké, zodat jullie daar heel de gemeente gaan lamleggen? Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben een heel goede contact met de gemeente. We zijn ook cultureel ambassadeurs voor Willebroek en zo. Ja. En onze gemeente heeft ons altijd heel erg gesteund, dus we vonden het echt tijd om iets terug te doen. Ja. Komt de familie, heel de familie dan ook? Tuurlijk. Die waren er natuurlijk op Tomorrowland ook bij, want die zullen daar ook zeker allemaal paraat staan. Maar je vindt het echt super. Dus inwoners van Willebroek kunnen zich registreren binnenkort om daar naartoe te gaan op 1 september in het dorp van Willebroek. Dus Dimitri Vegas, dat lijkt mij fenomenaal eigenlijk. Super cool. Allee, super. We hadden nog één vraag eigenlijk. Nog één vraag. Daarnet heeft Wim een sms gestuurd om te zeggen dat we gingen bellen. En we hadden een beetje discussie over hoe exact we zo'n sms moeten beginnen, hoe we jou moeten aanspreken. Dat vertelt hij. Ja, dus de discussie was eigenlijk, moeten we zo gewoon zeggen, hey, Dimi of beste Dimitri of geachte heer Vegas, wat is eigenlijk juist? Hoe doen je vrienden dat? Hey Dimi, werkt nog altijd het beste, denk ik. Want ik had zoiets van, yo Dimi is misschien iets te familiair, zo goed kennen we elkaar ook niet. Nee, dat is allemaal oké. Dat is allemaal oké. Ja. Maar geachte heer Vegas was er over geweest. Hè? Daar was er lichtjes over geweest. Ik heb nog weten hoe we dat moeten eindigen. Yo Dimi. Yo Dimi, bedankt. En tot de volgende. Hè. Salut, hè. Yo, bye.